Katie zo en Brian en Mike en Ritchie. Ritchie met zijn Ritchie-pet. Oké, we gaan vandaag Dead Island spelen. Ja, hij gaat Dead Island spelen. Ja, maar ik ga. Maakt niet uit. We gaan een commentary maken met 4 mensen. We gaan een nieuw game maken. Zoals je ziet kun je personages kiezen. En hij wordt een neger. Ja, hij is zwart. Nigger! Zij ook. Misschien ben je zelf een nigger. Hij lijkt op die kerel van, hoe heet het nou? Far Cry. Ja, precies. Hi. Ja. Zal ik ook wel aan denken. Vas. Ja, die ja. Die had ik bij mijn vorige account. En deze had ik niet. Ik denk dat ik deze ga kiezen. Kijk maar, die heeft de hoogste score in Heal, Speed en Stamina. En hij is een neger. Waarom staat Stamina? Weet ik niet. Nee, speed is versneld, knaas. Uitmogen, toch? Oh, ik ga de Sam kiezen. Sam B. Sam B sucks. Oké, nou moeten we wel even stil zijn. Wat een komt er? Even help je. Kom dicht, Mike. Ik mag jou. Oh. Nou ja zeg. Viet cool. Wat een mooi boompje. Kom jongens, we gaan net doen alsof we dit spel voor de eerste keer gaan spelen. Oh, wat zijn dat? Oh mijn god. Dit is weer 2 keer. Handen. Je mag je scherm ook wel schoonmaken trouwens. Ja precies. Hij heeft wel mooie rode schoenen. Als je zag. Oké. Okay. Wat een mooie plantjes. We zitten hier in een hotelkamer. Ik bedoel, zijn hotelkamer. Zo, kijk deze dan! Oh mijn god! Waarom doen jullie zo'n bolies? Dat moet, jongen. Nou, oké, hier is geen zak te vinden. Laten we naar buiten gaan. Goh, daar zit een deur, dat wisten we niet. Ja, we spelen het voor het eerst. Ik kijk koffers. Hey, wat is dat nou? Je kan je openen om voor spullen te vinden. Ik weet het niet. Kijk, ik kan die spullen pakken. Je zal het de handen verlaten. Je weet wel. Je weet wel. Ja, wie loopt er nou te praten? Iedereen is hartstikke dood. En op een paar survivors na, maar... Kijk, hier zijn die mensen van die trailer. Je weet wel. Ze lijken wel anders. Het is een game, Ritchie. Alles lijkt anders in een game. Oh mijn god. Dan doe je die jongen. Cool. In principe is het gewoon een zware Easter egg, maar ja. Ja. Net zoals ik lijk nu wel heel erg Far Cry vanavond, maar dat is niet zo. Maar net zoals in Far Cry, dan kan je ook op zo'n strand, daar zit zo'n hoofd van. Daar hangen 2 van die mensen aan zijn bomen, aan zijn strop. En daar dingen. Nee, dat is echt waar. En daar zit ook zo'n man in het zand begraven en op die. Bij real life. Ja, wat? Nee, gewoon in de dingen. Ook in de game, ja. In de game, en dat is dan ook zeg maar een easter egg, en een shout-out naar Zo. We zijn binnen. Oh, yo. En dat is dan zeg maar een shout-out naar naar de plaatjes, zeg maar. Vaas van chill. Hè? Huh? Wat heb jij nou weer opeens? Ik heb vaas van die dingen, van die Far Cry van chill. Oh, we hebben een zaklamp. Dat is top hoor. Waarom kijk je in de wc? Oh mijn god. Je wilt toch echt niet weten wat hierin heeft gelegen? Ik wel. Water. Misschien is er wel een oma-achtige persoon. Of een water. Of een zombie misschien. Of water. Hey, ik zag de tekens daar liggen geld. Nee, andere kant, bitch. Ja, daar ook. Daar was ook geld. Hey, er iemand praat en gewoon. Ja, alles is dood, maar er is wel een of andere trut die nog voor 1 persoon wat nog. Waarvan ze waarschijnlijk niet eens weet wat hij nog leeft, loopt ze nog wel te praten. Die, ja. Nee, dat is wat moet ik nou doen? Ja, poeit. Ik moet wegspringen. Wegsprinten. Ritchie, kom tegen mij, we weten van niks. Ik ook niet, joh. Oh ja, wacht, nou komt dit stukje. Ja, dat is chill. Kijk die negen zijn broek. Het komt op zijn anus. Ik vind hem wel een beetje op die gast lijken van Pirates of the Caribbean. Ja. Nee, dat vind ik alweer niet. Leeft en zal altijd een neger zijn. Wat poep jij nou, B? Hey, kijk, er valt de vrouw van het balkon.
Misschien is het wel Survivor. Kut kind. Kut man. Okay, moet Mike weer gaan lopen scheid hoor, rotjoch. Ja, dat is Mike, je weet wel. Oh, zo die stinkt. Jij stinkt. Kut kind. Oh, fuck, Mike! Mijn neus is top, ik kan niet ruiken. Oh mijn god! Ja, sorry, we zijn een beetje dood aan het gaan hier hoor, door de stinkjoch. Ja, precies. En nu sta je in het lift en ik loop mijn lift. Hey, kijk, een zombie. Oh shit. Oh, oh fuck, lucky jij. Dan valt hij nog een beetje naar beneden. Hè? Ja, die heeft geluk gehad. Ja, anders was je hartstikke dood. Ja, dat wel. Ja, dan. Waar is de camera? Hey, kijk, de camera. Dat is een monkelcamera. Oh, ik heb nog. Ik had serieus nog niet eens gezien wat de ondertitel er was, maar. Kijk. Ja, het is goed, jongen. Nou komt dat stukje dat die zombies achter je aangerennen, volgens mij. Die weggaan. Nee, dat weten we niet. Oh ja, dat weten we niet. Dat waren we helemaal vergeten. Huh? We lopen naar klootzak. Oh my god! Er komen zombies! Ren! Sneller! Ik heb het gehaald. Je liep echt gewoon alsof. De brein, dat is jouw moeder. Oh. Nee, ik bedoel die ook. Nee, sorry, ik bedoel zijn vriendin. Je loopt echt steeds beleden. Je loopt weer te poepen, hè? Mij heb ik pas te poepen. Zo. Het beginstuk hebben we volgens mij gehaald. Dat was makkelijk. Hou je back, Mike. Sorry, hou je. Voor ons was het zwaarder om te overleven dan. Ja, we zitten hier gewoon zwaar te overleven. Op dit spel. Jij, dat jij hier je op bed zit. Je dampere zombie moet in elkaar kloppen. Wat voor cool spel is dit dan? Dat is toch een Belgisch spel? Oh. Hey, ga weg jongens, wie trap je die microfoon? Je hoort al zo'n kreeg. Daar uit de raam hangen. Kom jongen, deze blijft wel af. Deze heb ik net gekeken. Hey jongen, hou godverdomme! De hoofdval. Oké, dan kunnen volgende we volgende opname zie je niet bij, hè? Ja, volgende opname gaan we. En ik dan? Rare dingen met. Nee, jij ook niet. Oh, waarom ik niet? Ik ben iets wat beter dan Mike. Oké, okay, dat doen we echt. Je moet er echt precies voor. Oké, okay, ik moet zeggen, die is toch wel weg. Oh ja. Nog een neuger. Nee. Misschien is het zo wel. Serieus, zo, heel de bil trilt. Ik ga even geen namen noemen, Mitchell. Je weet wel, die jongen uit mijn klas. Hij heeft fucking aan 100. Even luisteren, hè? Niet onderbreken, Richie, ken je wel. Maar die heeft 120 euro aan motherfucking hobo credits gekocht vorig jaar. Ja, oké, okay, dat is al achterlijk, want je gaat niet als je 14 of 15 met hobo credits kopen voor 120 euro. En daarna heeft hij gewoon zijn wachtwoord weggegeven omdat er een kerel zei. Ja, ik kan het voor je verdubbelen. Heeft die kerel hem gehackt? Dus 120 euro kwijt. Eén ding, we zitten niet over Habo, maar over dit spel. Ik heb het over Habo, bitch, niet over Habo. Dat is allemaal hetzelfde. Nee. Alright. Oké, dan gaan we. Het gaat gewoon om wat hij een ontiegelijke eikel is. 1, 2, 1, 2, 5, 3. Holy shit. Hey, kijk, zombies. Zullen ze even snel slaan, hè? Kijk Mike, we gaan zombies in elkaar kloppen. Eindelijk! Nee, je wordt in elkaar geramd. Achterlijk, hè. Beetje afgelopen, mag wel. Komt echt Mike. Met de gameplay van KD. KD. Ik denk dat ik zo intro ga maken. Komt die mongols omhoog? Dat is zo'n grote volgens mij. Nou, die grote, die is wel heel sterk, hè? Oh, ik stoot die meneer op ongeluk. Sowieso, hij is nu dood. Of hij is nu gebeten of zo, wat die. Zeg maar waar weer bedankt.
lekker van. Lekker kontje. Ah, die blowjob van die mevrouw was net wel goed afgelopen. Thanks, Mike. Daar kom je liep. Echt 1. Oh, het is allemaal maar acteren. Oké, waarom lach je? Dit is echt een kutgrap. Hey, dat je vader. Ik vind die gast wel een beetje op Mike Tyson lijken. Can you hear me? Dan moet ik denken. Nee, ik snap het niet. Laat maar, ik ga hem back op. Mooi thuis niet boksen. Oh, nee, kan ik niet. Ik ga zo zitten op mijn benen begint te irriteren. Godverdomme. You need to get out of there and I can help you. I can arrange for transportation. Je zei wel lijken. Niks, maar dat kan je niet. Hou je kop dicht. Wie? I have many sick and injured here, mate. Crazy with beer. Hey Ritsie, heb je dit spel al gespeeld? Ja. En? Dat is cool. Mooi spel. Vond je het een mooi spel? Kon je auto rijden en al. Heb je hem uitgespeeld? Nee. Heb je erop zitten vappen wat je vrouw je een blootje opgaf? Stiekem wel. Hey, ik ben level up. Yes. Ik ben level 50. Nee, je vast level 50. Hey, je kan je eigen upgraden. Ja. Ja, dan kan ik echt even een spijkertje erin rammen en ja. Je kan ook je wapens upgraden. No, ja, weet ik. Oké. Okay. Name's John Cinnamon, the headlife guy here. Voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it. Then I found you and I saw the bite marks. Ik lees de ondertiteling niet, maar volgens mij is het over die neger. Jullie vrouw. I don't know who you are, or how you know that guy on the radio. Jojo hates from the only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. Fuck die andere, jij moet over het bridge. We can't do this without you. Will you help me? Nee. Kijk, zie je? Op dat briefje staat het difficult. Makkelijk. Ja. Heel makkelijk. Chill doen. Good. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with. It's in bungalow 11, by the pools. Okay. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but that don't mean you can't die. Okay, dus we moeten een pasje gaan halen. Voor hem. Dat is nog wel, ken je niet? Waar? Hey, ja. Kun je gewoon pakken? Ja, maar heb ik die andere dan nog? Ja. Dan moet je een keer. Ja, en dan inventory. Zo. Welke is beter, die of die pedal? Deze denk ik. Deze is scherper. Hoe de fuck kan dat? Het is een stok en die andere was zo'n monster van de pedal en dat. Die is ook nog wel. Boom, spin stick. Boom. Die verzamel je als je die oppakt, of niet? Gewoon een bamboe stick. Ja, verzamel je. Oh, en dat ja. Zijn van die stokken die je me kan gooien. Zo. Je kan trouwens ook een vuilbakken zoeken en zo. Je kan alles zwerven! Ik ook zelfs een vrouwelijke skitzoeker. Nee, gewoon niet! Nee. Ik kan wel. Maar het spel kan er. Tijd, bitch. Red je alsjeblieft mijn mond even dicht. Oké. Zo kijk, dit is een kutstuk. Ja, hier, dit is dat zwembad, ja. Daar ligt die ene zijn broer of zoiets. Hij leeft. Hier is zo'n kerel zijn broer of zoiets, dat weet ik wel. Ik heb wel een stuk van dit spel. Yeah. Een tijd, bitch. Money. Ja, stop bij de tyfus. Je kookt de kop al wakker, hè? Ja, als je stok bijna helemaal naar de kloot, hè? Ja, precies. Vind ik eigenlijk best wel kut. Holtse, die is dood. Ja, als je echt zo op iemands hoofd in timmer prikt zo'n stokje op. Nee, dat gebeurt pas na. Oh, ja, nu is hij kapot hoor. Ja. Truck floor, Jack. Nou. Ik zijn inventory gaan doen, joh. Ja, inventory. Fisting. Weet je ook een goed spel is? Nee. Met het club. Ja.
Ik heb mooi warm opgemaakt. What the fuck? Je slaat hem gewoon helemaal naar de andere kant. Nou, ja. Hij gaat even water drinken. Gewoon niet Russie. Gewoon niet. Hey, nog een zombie. Ja, die was nog levend. Hey, kijk eens uit. Ik denk dat er eentje hier in je arm is. Mike, hou je kop. Shit. Je zegt het echt met zware schoen. Oh, slow motion. Oh. Double kill. Sowieso, dat kan je zelf instellen ofzo. Nee. Dat is al ingesteld. Kijk dit. Holy shit. What the fuck? Oh, ik zal me plegen als mijn vader en moeder was. Dat boeit niet. Het gaat om de views, bitch. Oh, het is zonde. Hey, dat mes. Dat mes. Je hebt mes. Pak mes op. Ik heb een mes. Hey, Ted B. My wife. My dad. My own fucking brother. Fuck my own fucking brother. Kom te grits, kom dicht. What else could I do? Let him kill me? Ja. Why are you looking at me like that? Wie, zijn broer of hij? What the fuck do you want from me? I had no... Hij is geen politie, hè? Fuck jou in je verhaal, ga lekker tegen een andere pappoes. Hey, je hebt nog wapen. Ja, weet ik. Zo, dan heb ik een mes. Hey, hier heeft een hoer in de kamer voor mij, geloof ik. Wat? Een hoertje in de kamer, geloof ik. Dat je wat? Hier deed een hoer voor mijn kamer, zo. Het is de kamer, de kamer. Wat de fuck, Rit, je hou je kop? Dit is voor mij zo. Een hoer. Ja, kijk maar, moet je dit maar openmaken. Die moet je dicht doen van een zombie komen. En daar nog wapen. Huh? Nog wapen. Ja. Hey, een pijp. Jee. Ja hoor, we hebben weer een puberbrein, hè Ritchie? Ja, leuk hè. Bot! Bam. Je kijkt gewoon door de deur heen. Ja, maar, dat wou ik net zeggen. Maar niet daarom. Bot. Oh. Ja man. Oh shit. Het is rustig man. Ha! Ritchie schrok. Ritchie is gay. Gay die schrok ook. Gay die... niet. Ik ben niet gay. Je bent laat mee, hè? Hier ligt wel, oh ja. Pasje. Ja, je moet je ook echt even legitimeren als je hier over het strand heen loopt, hè? Ja, precies. Maar iedereen is dood, dus hoeft niet. Alles voor veiligheid. Ritchie, dat heet sarcasme, bitch. Oh, sorry, bitch. Laten we gaan zwemmen. Hey, kan je opstaan, hè? Luchtbed. Als er nou een wijf op z'n dag of een zombie. Facebook. Jongens, dat is Ritchie Rommens. Hij zit ook op Facebook. Je mag hem spammen als je wil. Nee. Oh ja, ik moet ook nog een kleine shoutout geven aan... Dutch Gaming Yes. Welke? Dutch Gaming Yes. Dutch Gaming Yes. Yes. Ik zal een link zetten in de description. Je J-S? Weet wel. Yes, bitch. Yes. Yes. Hey, die is wel lekker opgegeten, die heeft wel 100 bol, maar wat. Oh! Standbal. Nee, welke standbal eigenlijk? Die is weg. Die is wel lekker opgegeten, ik heb honger. Wat heeft die zo'n zware smokestand? Ja, kom maar vol. Zo. Ritchie, geen gescheld in de aflevering, godverdomme. Wij hebben de eerste missie voltooid. Nee, je moet accepteren. Ja, dat weet ik, Ritchie. Alleen, we hebben de eerste missie gedaan, dus ik ga deze stoppen. Deze episode. Dat is wel een missie! Kom tegen Ritchie! Moeten we afmaken! Volgende aflevering ben jij sowieso niet bij, kom tegen. Oké. Nou ja. Ik ga deze aflevering stoppen. We gaan subiet door met de volgende. Anders wordt het te lang. Doe maar even door. Nee, Ritchie. Oké. Ik heb tape Ritchie af. Oké, wij gaan deze aflevering nou stoppen. Houdoe! Houdoe, bedankt.